LTO-afdeling Noordwest-Utrecht organiseerde afgelopen zaterdag de jaarlijkse inzamelactie voor landbouwplastic. We zijn hier bij Fouragehandel en transportbedrijf Van Oudeallen. Een van de vier locaties waar wij als afdeling Noordwest-Utrecht landbouwplastic en stressfolie aan het verzamelen zijn. Dat landbouwplastic in de winter komt dat dus vrij, omdat de silo's weer opengemaakt worden. En dat landbouwplastic is vaak maar één of misschien twee keer te gebruiken. En daarna moeten we er wat mee. En gelukkig kunnen we dat recyclen. Het ingezamelde plastic en folie is bestemd voor afvalverwerker Daily Plastic. Er wordt weer landbouwfolie van gemaakt voor de kuilen. Maar ook picknicktafels, schoeien en bankjes die je in recreatiegebieden of in gemeentes terug kan vinden. Vroeger kregen de boeren nog geld voor het plastic, nu moeten ze ervoor betalen. LTO ziet het verzamelen en afvoeren dan ook als een service naar de leden toe. Ja, en op dit moment is de prijs €35 per ton voor leden. En wij verzamelen ook voor niet-leden in. En die betalen dan dubbel tarief. Dus we proberen alle agrariërs uit dit gebied hun oude landbouwfolie in te laten leveren. We gebruiken dit ook een beetje voor de imago richting gemeente. En op die manier ook te laten zien dat de producten die wij op de bedrijven houden, dat die ook gewoon recycled worden. Dat niet allemaal op de grote afval opkomt. De inzamelactie van het landbouwplastic was ook dit jaar weer succesvol. Wij halen zo per jaar zo 120.000 kilo aan landbouwfolie verzamelen in. En ik verwacht dat het dit jaar ook wel zoiets is. Het lijkt iets meer. Het was net erg druk. Misschien komt het ook omdat we normaal dit in juni doen. Maar vanwege de corona hebben we het uitgesteld naar september. Op zaterdag werd er op de vier locaties zo'n 140 ton plastic en folie ingezameld. En dat is 20 ton meer dan vorig jaar.